Hallo kijkers van mijn kanaal en de Gaming Crew natuurlijk. Ik wil hierbij een trieste mededeling vertellen. Ik doe het met een big smile, maar dat maakt helemaal niks uit. Ik wil dus vertellen, ik wou vandaag een video bewerken en niet één, maar meerdere. Want ik was vandaag mijn vrije dag en... Vrijdag. Nee, maar ik heb dus gisteren tot laat opgenomen en dus ik wou vandaag dus de video's gaan bewerken die ik had gemaakt. Omdat ik het weekend wegga, heb ik al natuurlijk van tevoren opgenomen. Maar wat het dus het probleem is, ik start vandaag mijn bewerksprogramma op en hij zegt van, je mag het niet meer gebruiken. Dus wat ik denk, kut. Ja, dat is kut. Daarom maak ik nu deze video van, om jullie op de hoogte te houden van wat er dus is gebeurd. En wat ik dus graag wil gaan doen is, ja, ik ga sowieso zondagavond pas ben ik terug weer thuis. Dat ik dan een nieuw bewerksprogramma ga proberen te zoeken. En wat ik eigenlijk wil gaan doen is, ik wil dan wel proberen up te loaden voor jullie. Maar dat zullen dan hele korte video's gaan worden en niet bewerkt. Dus met geen intro. Dus zonder intro en outro, dat natuurlijk ook nog niet. En dat heb ik nog niet. Dat wil ik wel binnenkort gaan maken natuurlijk. Maar in ieder geval dus, mijn bewerking en renderprogramma is ermee opgehouden. Dus er komen nu kortere video's, kleinere video's, misschien saaiere video's en... Al mijn ideeën die moet ik nu dus ergens in een potje gaan stoppen. Ik weet niet waar, maar... ik ga ze gewoon bewaren ergens. Ik kan wel de video's natuurlijk maken en dan dat ik ze later bewerken... uit het potje weer haal. Maar in ieder geval... dus dat is het. Ik kan nu dus even niks bewerken. En dat is gewoon echt serieus kut voor mij. En voor jullie dat er geen awesome video's eigenlijk de komende week niet komen... En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik gewoon hierbij later jongens.